Vertel eens, hoe kennen wij elkaar? Wij kennen elkaar dat jij een hele, hele vette shout-out aan mij hebt gegeven, een keer in VV Kicks. En die heb ik nog nooit teruggegeven. Ik wil graag een shout-out geven aan deze grote man, Raoul. Die heeft mij een beetje famous gemaakt. En ik wil eigenlijk ook meteen iets in eer herstellen, namelijk de dab. Hoe goed kun je hoog houden? Nou, ik kan dus echt niet hoog houden. Ik denk dat ik ook de meest ongetalenteerde linkshalf ben in de vijfde klasse. Ja? En ik word altijd uitgelachen als ik ook maar iets probeer met een bal. Wat is er met Heerenveen? Ja, ik ben geboren en getogen Friesin. En ik dacht, als ik nou een woordgrapje maak, volgens mij wordt dat wel redelijk gewaarderd in jullie show. Dan krijg Zeker. Ik al 10 hooghouddingetjes erbij. Oh, noem zoveel mogelijk speelsters op van Euro 2017. Normaal heb je mensen die doen natuurlijk mega freestyle, maar ik doe freestyle. Taylor, Bachman, Pieter van S. Ja, nog mensen, nog meer mensen en heel veel mensen. Friese stijl, die zijn al blij met 5. Wauw, waar is dan 5? Toch knap, maar dit is poging 1, hè? Dit is poging 1. Taylor, Manus. Die Italiaanse en die Oostenrijkse Bachman hebben ook nog. Hoeveel was dit? Je hebt natuurlijk mensen die echt wat kunnen en je hebt mensen die proberen wat te kunnen. Maar je zit in de categorie... Ik kan gewoon niks. Nou, dankjewel. Je hebt hem afgemaakt, heerlijk. Hé, 7. 7? Is 1 na laatste. Dat is helemaal niet slecht. Nou, dat is best wel een goede prestatie. Bachman, Marosan, Taylor, nog onze Oostenrijk. Ik wil vloeken, maar dat mag niet. Je mag alles. Fuck! Ik ben echt zwaar teleurgesteld. En dat doet echt pijn. Ja, nee. Bedoel, als je nou boos bent, oké, maar teleurgesteld, dat is wel echt. Ja. Man, het breekt mijn hart. 7. Hoe ga ik dit goed maken? Daar gaan we het zo meteen even buiten de kamer over hebben. Maar 7. Ja, is 1 na laatste. Oké.